Welkom bij deze video over de kettingregel. De kettingregel is een regel die je gebruikt bij differentiëren. En we doen dat aan de hand van deze uitdrukking hier. Die willen we graag differentiëren. En nu je daar toch naar kijkt, dan heb je waarschijnlijk al gezien dat je een probleem hebt als je dat wil. Want met de technieken die je tot nu toe kent, gaat dat niet lukken. Dus we gaan in deze video een nieuwe techniek bespreken om dit soort gevallen aan te pakken. Maar voor het zover is, wil ik eerst even een voorbeeldje geven van hoe dit soort uitdrukkingen gemaakt kunnen worden. Kijk, stel je hebt een uitdrukking van i in u. Bijvoorbeeld i is u, de wortel van u plus 2. En ik heb ook nog iets, een uitdrukking voor u. Bijvoorbeeld u is 3x kwadraat. Dan kan je toepassen wat ze noemen substitutie. Je kunt u substitueren in die uitdrukking daarboven. En dan krijg ik dus al met al een uitdrukking van i in x. I is de wortel van 3x kwadraat plus 2. Oké, eigenlijk is er dus hier sprake van een soort ketting. Met x kan ik u uitrekenen. En als ik die u dan heb, dan kan ik daarmee weer i uitrekenen. En in die onderste doe je het eigenlijk allemaal in één keer. Nou, dit is een soort ketting en dat soort kettingen spelen een rol als je de kettingregel wilt toepassen. En dat gaan we hier doen. Kijk, hier doen we substitutie en dan hebben we twee dingen en dan maken we er één van. En hier willen we eigenlijk precies het tegenovergestelde. We willen dit uiteenrijden in twee stappen. We gaan een u introduceren en een uitdrukking voor i in die u. Nou, ik ga gewoon vertellen wat dat moet zijn. We pakken aan de ene kant i is 1 gedeeld door de wortel van u. Nou, dan kan je wel raden wat de u moet zijn. De u is dan natuurlijk x kwadraat plus 3x plus 2. Doe nog maar eens substitueren zoals je daar hebt gedaan. Als je dit substitueert voor u, dan krijg je inderdaad die bovenste uitdrukking. En waarom we het precies zo gedaan hebben, dat ga ik zo uitleggen. Het probleem is dus nu om i te differentiëren naar x. Di dx. Dan moeten we even een stap terug doen naar de theorie. Die di dx die kwam ooit van delta i gedeeld door delta x. En wat we nou kunnen doen is dat we die u er eigenlijk even een beetje tussen moffelen. Want ik kan daarvan maken delta i gedeeld door delta u keer delta u gedeeld door delta x. Heel mooi, die delta u'tjes die vallen uiteindelijk als vermenigvuldigd weer tegen elkaar weg. Dus dit is waar. En als ik nu delta x naar 0 laat gaan, dan wordt dit uiteraard di dx. En dit hier wordt di du. En tot slot du dx. En deze uitdrukking hier is wat ze noemen de kettingregel. En die gaan we nu toepassen. En dan zie je ook een beetje waarom ik de opsplitsing gemaakt heb zoals hier. Ik heb hier namelijk nu twee functies van gemaakt, waarvan ik ook echt de afgeleide kan uitrekenen. Dus ik heb het uiteengetrokken in twee functies waarvan ik wel de afgeleide kan berekenen. Want dat kon ik daar nog niet. En het is misschien even makkelijk om op te merken dat dit dus u tot de macht min een half is. Want als je gaat differentiëren komt het nog van pas. Nou, daar komt hij dan. Di du is dan die min een half ervoor. Hè? En dan u. En dat exponentje moet ik dan een 1 nog van afhalen. Dus dat wordt min 3 tweede. En deze differentiëren is makkelijker misschien wel. Dat is du dx is 2x plus 3. Nou ja, en dan is het een kwestie van invullen maar. Daar staat hier onze nieuw verworven kettingregel. Die ga ik dus nu maar toepassen. Dan krijg ik di dx is, ja, wat staat er? Die keer die, andersom mag natuurlijk ook. Dus het is min een half u tot de min 3 tweede keer 2x plus 3. En vergeet dan de haakjes niet. Toch een beetje lelijk om in de afgeleide van i naar x toch nog die u te hebben staan. Nou, hoe zou je dat kunnen oplossen? Heel makkelijk. We weten wat u is. U is x² plus 3x
plus 2, dus dat kan ik alsnog nu hierin substitueren. Dus mijn eindantwoord is min een half keer x kwadraat plus 3x plus 2 tot de min 3 tweede keer tussen haakjes 2x plus 3. Nou, dat is de afgeleide van wat daar staat. Laten we nou om te oefenen nog één keer in een voorbeeldje doen. Daar komt ie. Y is bijvoorbeeld wortel x plus 5 tot de macht 5. Nou, je kunt natuurlijk, als je niets te doen hebt, deze haakjes helemaal uitwerken. Ik raad het je niet aan, maar het kan. Dat kan je misschien doen ter controle op de kettingregel die we nu gaan toepassen. Nou, kijk hier even naar hoe zou je dit goed uiteen kunnen trekken in twee dingen die je wel kunt differentiëren. Ja, precies. Je maakt hier van de u wortel x plus 5. En y is dan u tot de vijfde. Ja? Als ik dan vervolgens die kettingregel hierop loslaat, dan krijg ik dus dat. Dan krijg ik dat di dx is de afgeleide van deze, dus dat is 5u tot de vierde, keer de afgeleide van die. Nou, wortel x, dat is x tot de macht een half, dus dat wordt een half x tot de macht min een half. En die plus 5, die valt gewoon weg. Dus ik hoef hier ook nu geen haakjes te zetten. Beetje lelijk om die u daar nog te hebben, dus die moeten we ook substitueren. Dat was wortel x tot de wortel x plus 5. Zo, die moeten we dus keer 5 nog doen en hier stond een vierde macht. Keer een half x tot de macht min een half. Het is misschien de moeite waard om hier al één keer goed naar te kijken. We hadden hier een uitdrukking tot de vijfde. En wat staat hier nou eigenlijk? Hier hebben we weer diezelfde uitdrukking, maar dan gedifferentieerd zoals we het kennen. Die 4 wordt min 1 en die 5, of die 4, daar gaat er 1 van af en die 5 komt ervoor. En dan keer, eigenlijk de afgeleide van wat er tussen de haakjes staat. En dat zie je hier eigenlijk ook. Ik had hier eigenlijk tot de macht min een half dat. Dat wordt tot de macht min 3 tweede. En die min een half ervoor. Keer de afgeleide van wat er hier tussen die haakjes staat. En persoonlijk, als ik de kettingregel toepas, dan doe ik dat eigenlijk altijd zonder nog de u erbij te schrijven. En doe ik dat gewoon in één keer. Dan zie ik, oh, ik doe de functie van iets, dat meestal tussen haakjes staat. Dat differentieer ik en dan keer de afgeleide van hetgeen tussen haakjes staat. Maar goed, dit is overzichtelijk en juist en werkt altijd. Dus maak je eigen keuze hoe je het doet. En succes ermee!